Calimera, we zijn op Kreta. Met z'n tweetjes, Koen en ik. En dit is Retigno, moet je zeggen. Plaatsje aan de kust. We hebben al eerder geweest, een jaar of 30 geleden. En we gaan dit plaatsje verkennen. Maar we gaan ook nog naar allerlei andere plaatsen. We gaan de bergen in. Sinaasappels. Wat hebben we nog meer, Koen? Zee, strand en... Olijven. Olijven. En ook belangrijk, ik werk nooit met acteurs. Hier gaan we. Dat is een lekkere koffie. Dat is goede koffie. We zijn na een vrij lange rit aangekomen in Gania, een heel leuk plaatsje aan zee. Pittoresk, Venetiaans, naar het schijnt. Maar belangrijker, ze hebben smoothie. Ja. Vaste vraag in de vlog is altijd, in welk hotel zitten jullie? En dit keer is dat het Amira Hotel in Retigno, zo schijn je dat echt te moeten uitspreken, hier op Kreta. We zijn bij het Kurasmeer aangekomen. We zijn weer een dagje uit met de auto. Voor de collectie. Na een avontuurlijke rit door de bergen zijn we bij het La City Plateau met gevaar voor eigen leven, want ik sta tussen de bloemen en er zijn nogal wat bijen hier. La City Plateau is 800 meter hoog en het is misschien wel met allerlei weilanden en molentjes en bloemen misschien wel het mooiste stukje Kenia. Toch ook wat zijn wat rijden naar Agios Nicolaïs, is dit hele kleine geitje achter ons aan het rollen. Die is zijn moeder kwijt. Ja, ik weet geen idee wat we moeten doen. Ja, ben je moeder kwijt? Een gosje toch? Ja, ik heb geen idee. We zetten hem dan toch maar weer voorzichtig in de bosjes neer. Hier hopen dat moeders eraan komt. Ja. Pittoreske dan dit wordt het niet. We zijn in Agios Nicolaïs. Prachtige haven, ook van bovenaf net al even gezien. En wat belangrijker is, een heerlijke smoothie. We zijn weer op pad en we zijn in de Amiri-vallei op Kreta. Door allerlei bergen heen, dat heb je net kunnen zien. En overal langs de kant staan olijfbomen. Ik weet niet of het extra vierge is, maar het zijn wel hele mooie bomen in een prachtige vallei.
Het eten in het hotel is erg lekker, daar hebben we ook een paar keer gegeten. Maar zo nu en dan gaan we uit eten en dan doen we iets bijzonders. We zijn vanavond bij Afli. Je vraagt je af, wat betekent Afli, Koen? Dat betekent? Balkon. Ja, balkon. Wij spreken natuurlijk Grieks. En het eten is, ja, moet voorzichtig zijn, want het drijft in de olie, maar het is werkelijk prachtig en heerlijk. We maken er een leuke avond van. Bijen. We zijn in de Imbrosius-kloof in Griekenland extra stoer, want als de camera even naar beneden kan. Voor het eerst weer schoenen aan, een week geleden meteen gebroken en nu gaan we 7 kilometer door een kloof heen. Voor de zekerheid heeft Koen in de rugzak sandalen met sokken, als het niet meer gaat. Tot nu toe gaat het soepel. Dit is dus een gorge, zoals je in Griekenland noemt. Bergen die heel dicht bij elkaar staan met hele steile rotswanden waar ik dan tussendoor strompel. Na die wandeling van 7 kilometer over al die rotsen en kei je even met de voeten in het koud water. Dan kan de gebroken teen een beetje bijkomen, want het deed toch best wel pijn onderweg. Dat was ook de vakantie op Kreta. We hebben het heerlijk gehad, dat zie je ook aan het weer. Het is 23 graden, terwijl het in Nederland toch echt een stukje kouder is. Maar we komen terug en ook weer met een nieuwe vlog. Tot dan.